dat komt omdat we in het vriendelijke zonnetje zitten. Maar ik heb afschuwelijke tanden. Caracol. Caracol, dat ben ik, de slak. Is dat? Bij Onima ligt er bij vormen slakken. Heel vreemde slakken. Hoezo vreemde slakken? Nou, zulke heb ik nog nooit gezien. Ze zijn zo groot. Zit je me voor de gek te houden? Nee, ik zweer het. Honderden. Ik zag een jeep staan, dus ik dacht, kom, ik ga waarschuwen. Laat me los. Antwoord. Wat moet dat? Rijp het over. Een risie. Deze snotneus die gooit met domino stelen. Dat is een beetje slordig. Hè? Ja, laat het nu toch wel op de dubbel 4 zijn. Had jij misschien een bedoeling hiermee? Ik weet niet waar je het over hebt. Laat me los of anders. Of anders wat. Oké. Pak het mes maar. Die loop die wil ik hebben. Ik zie het al, jij bent een heel verstandige jongen. Waarom kom je niet gezellig bij me zitten? Zo. Dan drinken we wat en we maken een babbeltje. Wie ben jij zo tegengekomen vandaag? Heer, je hebt wel een slokje verdiend. Drink. Zie je, wij zijn de beste vrienden, hè? Wij vertellen elkaar al onze geheimen. Of niet soms. Dus die mooie meneer die gaf jou 25 gulden. En dat was niet eens je eigen dominosteen. Dus kost heb je ook niet gemaakt. En dan heb je nog vrij drinken. Jij zou best eens wat vrolijker mogen kijken. Vertel eens. Heb jij nog iemand zo'n steen gegeven? Was dat alles wat jij moest doen voor 25 gulden? Ik moest ook nog een vreemd verhaal gaan vertellen. Aan de student. Je weet wel, die slakken verzamelt. Aan Lucas. Wat moest jij hem dan gaan vertellen? Nou, hij zei...
Ja, ik weet niet of het waar is, hoor. Maar hij zei dus dat er iets voor Caracol de Winde was bij Onima. Wie zei dat? Nou, die man met het witte pak. Bij Onima? Ja. Wat dan? Ja, de man toch nog goed. Wat is dat? Oh, ik maak een grapje. Diamant. Slakken. Wat? Dat moest ik zeggen. Dat er slakken lagen. Heel vreemde slakken. Dan zou je vastkomen. Ja. Ja, want voor diamanten gaat Lucas zijn bed niet uit. Diamanten. Ja, dat heb ik dus zo verteld. En wat deed hij? Daar heb ik niet op gewacht. Nou, als je zijn vriend hoopt te vinden, kan hij nog lang zoeken. Hoezo? Wat niet weet, wat niet deert. Zeg, jullie hebben toch niks? Want daar doe ik niet aan mee, hoor. Tuurlijk niet. Wij zien ons verraden. Oh, gelukkig. Maar hé, loco. Die laat zich niet aan een boodschap sturen. Daar is een kwaaie. En je weet dus niet wat hij verder gedaan heeft vanmiddag? Nee, ik kan hem moeilijk blijven volgen. Nu hij wist wat ik van plan was. Ja, zeg nou zelf. Ja, je hebt het wel een beetje verknoeid, hè? Ja, nee, buiten mijn schuld. Ik heb precies gedaan wat u gezegd hebt. Ja, dan zou die je niet gezien hebben. Jammer. Zeg, dat geld dat ik je heb gegeven, heb je dat nog? Nee, ik kwam wat vrienden tegen en ik heb een paar rondjes gegeven. Zo, gouden vingertje ook nog. Zeg, mooie motor heb je daarbij. Ja, daar heb ik jaren voor gespaard. Hè. Mijn broer heeft hem geholpen om elkaar te zetten. Die heeft veel verstand van. Claro. Chepito. Poco costoso. Quando cosa si nata a cuore? Ma che scien. Starte panosmira. Wagon che come torto è, se chi? Sì.
luister. Ik kom je wat vertellen. Ik mag doodvallen. Moet je hier? Nee, niet schieten. Ik kom je waarschuwen. Ben je alleen? Ja, natuurlijk ben ik alleen. En ik ga eens kijken. Niemand. Ook niemand. Kijk eens aan. Ik kom een vriend. Oh ja, heb je misschien weer bijzondere slakken gevonden? Een mooie domino steen? Ja, nee, ik bedoel, ik kom nu echt als vriend. Ik kom je waarschuwen. Ze willen je vermoorden. Zo, zo. Dus jij komt mij waarschuwen? Ja, heus. Eerlijk waar. Ze komen hierheen. Dat is waar ook. Lucas, uit het licht. En hij dan? Laat dat maar mij over. Zo, nu zijn we allemaal gezellig bij elkaar. Je moet me geloven. Ze willen je echt vermoorden. Ik geloof je. Maar waar hebben die vriendschap opeens te danken? Ze hebben mijn motor in de zee gegooid. Het is niet waar. Ja, recht voor mijn ogen. Gewoon zo van de rotsen af. Die rotzakken. Hoe raadselachtig is de mens? Vanmorgen speelt hij nog onder één hoedje met een stelletje moordenaars. En nou helpt hij ons. En waarom? Omdat ze zijn motor in zee hebben gegooid. Kom je ons helpen uit wraak, Marco? Is dat het? Wraak? Zo'n motor krijg ik nooit meer. Dat is het. Wraak. Des te beter. Vertel hem eens, wie zijn die kerels? Ze komen van de andere eilanden. Ze zijn hier met een schip. Wat ze precies willen, weet ik niet. Dat hebben ze me niet verteld. Maar het heeft met de juffrouw te maken. En ze zijn kwaad op jou en Caracol. Ja, dat zou waar zijn. En ze komen vannacht. Nou, we zijn klaar voor ze. En dan hoop ik dat ze eindelijk met rust gelaten worden. Duidelijk? Wat doen jullie? Hou jij naar buiten? Oké. Okay. Jullie zijn gek! We spreken elkaar nog wel. Ik kan namelijk zelf die bewijzen halen. Idioten! Rotzak! Geef maar hier.